Welkom bij een nieuwe aflevering van Nimma TV. In deze uitzending maken de jongeren uit de spoorbuurt in samenwerking met Nimma TV een reportage over de buurt. En wie moet er volgens de Nijmeegse jongeren dit jaar gekozen worden tot Nijmegenaar van het jaar? Nimma TV ging samen met de jongeren uit de wijk Spoorbuurt in Nijmegen-Oost de straat op om een reportage te maken over de wijk. Ik ben Yusuf, 13 jaar, woon in Nijmegen hier in de buurt. Het is een hele gezellige buurt, goede vrienden, goede buurvrouwen en buurmannen. Het is gezellig, gewoon mooie speeltuin, plaatsen, grasplek om te zitten, picknicken, voetbalveldjes voor de kinderen. Heel gezellig. Ik vind dat het voetbalveldje wel wat grotere hekken mag hebben, want soms schieten we wat te hard en over en dan komt het tegen een ruit of tegen een auto aan. En dan gaat iets kapot en dan hebben wij de schuld voor. Kan je misschien je echt voorstellen? Ik ben Anja. Ik woon hier al 24 jaar met plezier. Ik zou hier nooit weg willen, want het is een heel gezellige buurt, een eenheid. We helpen elkaar. De kinderen zijn hier opgegroeid. We letten op elkaar. Het is gewoon een hele gezellige buurt. Kan jij je echt voorstellen? Hi, ik ben Melissa en ik ben hier geboren. En ja, ik vind het best wel een leuke buurt. Ik vind het wel leuk hier. Wat kan er veranderen aan de buurt? Voor de honden. We hebben hier heel veel honden. Die gaan 's avonds wandelen. Maar die hebben echt de speelruimte niet. Dus ja, daar zouden we graag een ruimte willen hebben waar ze echt los kunnen lopen met omheining. Want ja, ze lopen weg. En Melissa, wat vind jij wat kan veranderen aan de buurt? Ja, op zich dat er stoepen komen en dat er wat meer, ja, eigenlijk niet veel. Ik vind die huisjes wel gezellig en ik vind het juist jammer dat het plat gegooid wordt. Misschien. Misschien, maar ja, enige renovatie is misschien een optie. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel, Anja. Graag gedaan. En dat was het. Dat was mijn buurvrouw Anja en haar dochter Melissa. Hoe lang woon je al hier in de buurt? Sinds dat ik geboren ben. Oké, en hoe oud ben je? 13. 13. En wat vind je van deze buurt? Wel mooi, maar alleen kan wel nieuwe huizen. Mooie huizen. Ik wil dat het veldje weer terug gaat naar de oude plek waar het eerst was. Oké, en wat vind je leuk aan deze buurt? Met mijn neefjes en neven spelen en zo. En woont er veel familie van je hier in de buurt? Ja. Ik ben Imran. Ik woon hier in Nijmegen-Oost. En dit is mijn wijk, als je zo een beetje ziet. Ja. En hoe lang woon je hier al? Sinds mijn geboorte woon ik hier al. Oké, en hoe oud ben je? Ik ben 14. Oké, en vind je het een beetje een leuke buurt? Ja, ik vind het een hele gezellige buurt. Heel erg leuk. Goede sfeer, goede vrienden. Oké. Wat maakt het hier juist gezellig? De mensen. Mijn familie. Familie is het belangrijkste denk ik voor mij hier in de buurt. Want als ze hier niet waren, zou ik hier echt niet willen wonen. En heb je misschien iets wat beter kan hier in de buurt? Ik denk de huizen. Ja, ik zou liever nieuwe huizen willen. Okay. Dan heb je lekker een eigen kamer, weet je. Ja, dat snap ik. Met hoeveel mensen slaap je nu op één kamer? Twee. Hoeveel slaapkamers heb je? Drie. Oké, dus dat kan wel beter. Ja. Leuke buurt. Supergoed. Het is heel rustig hier. Het enige wat je wilt zijn de vogeltjes die fluiten iedere ochtend. Er is wel veel sociale cohesie, denk ik. Aardige buren. Het is gewoon echt een goede buurt om te wonen. Ja, goede sfeer. Leuke, veel multiculturele mensen. En ik vind het leuk dat we gewoon contact hebben met iedereen. En dat we goed met elkaar omgaan eigenlijk. Het is heel fijn dat er parkeerplaatsen zijn. Alleen daardoor wordt het een soort van woonerf. En krijg je eigenlijk veel steen en dan kijk je zo een beetje over zo'n stenen uitzicht tapijt. Als ik namens de buurvrouw spreek, die vindt dat de jongeren meer ruimte moeten hebben hier. Ja. En ja, wij zitten eigenlijk een beetje tussen alles in, maar ik kan me wel heel goed voorstellen, want iedereen loopt hier maar een beetje op straat. Zoals ik zeg, op de stenen. Zometeen meer spoorbuurt, nu over naar Kevin. Op 6 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie maakt burgemeester Bruls bekend wie Nijmegenaar van het jaar 2013 wordt. We gaan de mensen op straat vragen wie zij vinden dat deze titel verdient.
partijmeegenaar van het jaar komt eraan. Hebben jullie het enige idee wie jullie zouden willen voordragen? Stadelmeijer. Wie? Tuur Stadelmeijer. Wie is dat? Mijn vriendje. En waarom? Nou, hij is heel lief en zo. Ja, en heel knap en aardig en vriendelijk en charmant. En... Oh, ik zou echt niet weten. Ik kom niet uit Nijmegen en ik ben hier voor het eerst. Super gaaf. Ja? Ja. Oh, oké. Geen familielid of zo of leraar omdat hij jou geholpen heeft? Ja, mijn vorige mentor. En waarom? Omdat hij ons heel erg hielp. Met? Met, ja, met de klas, problemen in de klas vooral. Iemand. Familielid of zo, iemand die iets speciaals gedaan heeft of zo? Zou elkaar kunnen de titel kunnen geven? Ja, Evi. Ik ben Nijmegenaar. De eerste Nijmegenaar die ik ken. Ja. Jij wordt voor mij Nijmegenaar. Alright, thanks bro. Thanks bro. Omdat ze heel lief is en knap. En jij? Wat is jouw antwoord? Omdat ze ook heel lief is en aardig. Nijmegenaar van het jaar wordt 6 januari bekendgemaakt. En je kan tot 14 november kan je nog stemmen. Willen jullie dat dan iemand voordragen? Familielid of een leraar? Nou, ik niet. Nee, eigenlijk. En waarom niet? Ik ben niet een speciaal persoon van, ja, die moet ik nomineren. Dus, ja. En zou jij iemand nomineren? Ik weet zo snel niemand. Teun van Koert. En wie is hij? Het is een jongen uit onze klas. Hoezo? Omdat ja, hij is een echte held. Waarom is hij een held dan? Hij is niet bang om iets te doen in de klas. Noem eens iets dat hij heeft gedaan. Ja, hij is niet te bang als hij eruit wordt gestuurd om zijn mening te uiten. En dan niet op een zachte manier. Ja, mijn opa misschien. Je opa, waarom dat? Dat is denk ik mijn belangrijkste persoon in mijn leven. Heeft hij iets, de afgelopen tijd iets voor jou gedaan? Ja, blijven leven. Dat is ook een goeie. Ik ken niet zoveel mensen uit Nijmegen. Nee. Ah, je komt zelf niet uit Nijmegen? Nee. Aan mijn zusje. En waarom? Omdat we altijd bij elkaar zijn en alles samen doen. Mijn moeder, nee. Dat kan, dan? Waarom? Gewoon omdat ze heel lief voor me is. Wat heeft ze de afgelopen tijd voor je gedaan? Ze had net vanmiddag nog een tosti voor me gemaakt, dus dat vind ik heel aardig gewoon. Oh jeetje, ja, dat is echt een vraag waar ik niet zo 1, 2, 3 antwoord op kan geven, denk ik. En dat hoezo? Omdat er heel veel Nijmegenaren zijn die in aanmerking zouden kunnen komen, denk ik. Nee. Nee is gewoon zijn antwoord. Ik denk niet dat ik iemand boven een ander moet plaatsen. Ik vind elke Nijmegenaar top in dat opzicht. Ja, Jeroen! Jeroen, waarom? Nee, dat is grapje. Ah, jongens, serieus. Het is een serieuze zaak, jongens. Ja, doe Jeroen maar. Nou, Jeroen heeft al 3 nominaties. In januari gaat burgemeester Bruls bekendmaken wie Nijmegen van het jaar is. Heb je iemand die je zou willen voordragen? Nijmegenaar van het jaar. Heb je enig idee, zou je iemand de titel willen geven? Nee, eigenlijk niet. Ik vind alle Nijmegenaren gewoon tof. Er zijn een aantal aanmeldingen binnen. Wil je iemand voordragen, kan dat sowieso nog tot 14 november. Check dan de onderstaande site en geef iemand op voor Nijmegenaar van het jaar. Tot kijk. Dankjewel Kevin. Terug naar de spoorbuurt. Hallo, we zijn hier vandaag bij Nijmegen Oost Spoorbuurt. Ik heb hier 2 gasten. Hoe heet u? Dokan Oostduik en mijn leeftijd is 10 jaar. En u? Mohamed Osmani, mijn leeftijd is 9 jaar. En hoe lang wonen jullie al? Ik denk, ja, 9 jaar woon ik hier. Ik woon hier sinds mijn geboorte. Vind je het een leuk hier? Ja, maar we willen wel een leukere speeltuin. Vindt jullie die speeltuin heel saai? Of? Ja, wij vinden het wel een klein beetje saai, maar wij willen liever zo'n echt zo'n grote glijbaan en zo hebben en een voetbalveldje. Ik woon al 35 jaar in Nijmegen en al 30 jaar in deze buurt. We staan nu voor je zaak en hoe lang heb je deze zaak al? Bijna 5 jaar. Oké, en komen er veel mensen uit de buurt naar deze zaak toe? Heel veel. Oké, en wat voor mensen zijn dat zoal? Allemaal heel aardige mensen. Leuke mensen, mensen die ik ken.
Kun je altijd gezellig een gesprek voeren. Een beetje ouwe hoeren. Dat is altijd leuk. En we hebben een beetje begrepen dat veel mensen uit de buurt hier ook samenkomen. En hoe gaat dat ongeveer in zijn werk? Goed. Leuk. Ja? Komen mensen dan hier samen om te eten? Of, Ja, meer om te eten. En ook af en toe om mij te zien natuurlijk. Hè. En ze vinden het ook gezellig hier. Lekker een mooi terrasje erbij. Kunnen ze lekker zitten, praten, eten, drinken. Dus eigenlijk is het een leuke plaats voor de mensen. Je woont zelf in de buurt. Wat zou je daaraan willen veranderen? Grotere huizen. Alleen grotere huizen? Ja, dat het gewoon ruimer is. Want qua de straat in de buurt is het een hele leuke straat, een hele leuke buurt. Zou ik niks willen daaraan veranderen. Maar qua huizen mogen ze wel groter zijn. Okay, en wat maakt het juist zo leuk? Ja, mensen zijn meer gehaakt aan elkaar. Ze hebben altijd schroet om elkaar altijd. Dus, ja, dus dat maakt ook leuk dat het gewoon een wijk is, hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe gaat het met u? Ja, met mij gaat het goed. Met jou? Zeker. Wat vindt u van de buurt? Wat ik van deze buurt vind? Ik vind het een prachtige volkswijk. Waar heel veel mensen goed samen kunnen wonen. Goed met elkaar kunnen optrekken. En het goed hebben met elkaar. Gezellig hebben met elkaar. Maar er mag wel het een en ander veranderd worden. Maar daar, daar gaan de volgende vragen zeker over, of niet? Ja, klopt. Ja? Okay. Wat ik graag anders zou willen aan deze wijk. Ik zou een plek willen waar je kunt sporten. En dan heb ik het niet over een voetbalveldje. Die eigenlijk heel weinig voorstelt. En waar de omstanders meer last van hebben dan de gebruikers van kunnen genieten. Wilt u misschien deze omgeving een beetje veranderen of zo? Nou nee, ja, een beetje dat de bomen een beetje aan de struiken en zo. Dat de mensen een beetje meer de tuinen bijhouden. Maar verder is, ja, ik woon hier al 38 jaar. Ik heb er altijd met plezier weer gewoond. Dit was het weer voor deze week. Wil je op de hoogte blijven van Nimma TV? Volg ons dan op Facebook, Twitter en nimma.nl. Tot volgende week!